bij Igmar. En wij hebben hier twee talenten in de studio geboren. Als Bart Riem en Sam van Wees. Komen beide uit Delft. Maakte eerder al Pikachu samen met Oliver Helders. Die deze jongens trouwens ook zwaar support. Op dit moment hebben ze een hele fijne plaat in een soort complete jaren 90 stijl. Finally. Mag ik een groot applaus voor de mannen hier in de studio. Mr. Bell de Weasel. Yeah. Goedenavond jongens. Hi. Hoi. Eerst even beginnen bij DJ's die langskomen in de studio. Hoe zag Koningsdag voor jullie eruit, Bart? Ja, het was gekkenhuis. We hebben twee optredens gehad. We stonden eerst bij de Hell Deep Stage in Amsterdam bij de RAI. Bij Oliver Helders. Bij Oliver Helders inderdaad. We stonden voor hem. Dus de tent was helemaal vol en het was pack. En het was gekkenhuis. En daar hebben we in Breda afgesloten op een festivalletje. En is dat dan dat jullie zelf dan nog een beetje helemaal losgaan? Nou, ik moest rijden. En Sam heeft zich ook best wel rustig gehouden. Volgens mij hebben we allebei één biertje op. Ja, nou, dus, dat kan toch niet? Dat is toch niet echt rock'n roll, jongens? Nee. Werken is gewoon werken. Oké. Hey, jullie hebben een nieuwe track uit. Als basis een hele bekende track gebruikt, hè? Ja, klopt. Dat is Sessa Penniston met Finally. Uit 1992, volgens mij. Ja, zoiets. En we hebben die vocal gebruikt en eigenlijk in een nieuw jasje gestopt. Mensen noemen het Future House. We noemen het zelf House. Maar lekker funky en de break lekker 90's gehouden, ja. En waarom? Want we hadden op een gegeven moment opstaan vandaag en dan zitten we voor te beluisteren, komen ze langs. En Joep, jij vroeg uit, hoe kwamen jullie bij die plaat om die te gebruiken eigenlijk? Ja, we zijn allebei eigenlijk gewoon heel erg fan van het origineel. En toen kwamen we bij Spin In en die hadden toevallig die vocal liggen. En ja, toen zijn we ermee aan de slag gaan. En ja, binnen no time was die plaat af en kon die gereleased worden eigenlijk. Nou, we gaan hem zo meteen in het setje ook horen. Je hebt ook een video bijgehaakt en daar moest ik echt best wel op lachen. Want het is een soort helemaal 90's stijl met nou ja, misschien moet je het zelf maar even zeggen, Bart. Maar je hebt geloof ik ook echt de Aussies aan en dat, al die dingen, toch? Ja, we zijn richting Amsterdam gegaan. In zo'n vintage store hebben we twee outfits gekocht. En we hebben ook natuurlijk dat vierkante formatje gebruikt voor de video. En zo'n filtertje eroverheen. Helemaal 90's gewoon. Dus ja. En nou hoorde ik ook een van jullie zeggen, want jullie zijn dan DJ's en je draait natuurlijk altijd muziek. Maar volgens mij was jij dat, Sam. Die zei dan van ja, het was ook nog wel een dingetje, want we moesten dansen in de clip. Ja, we zijn geen sterrendansers sowieso. Dus ja, we moesten daar toch op het grote Marktplein in Delft moesten we daar gaan dansen. Iedereen verwacht natuurlijk sikke dance moves, weet je, een matje neergelegd, speaker erbij. Komen wij met onze super trieste moves daar. Nou, ja. Het was wel leuk om te doen, maar op het begin een beetje zenuwachtig, een beetje awkward. Maar wel leuk. Misschien is dat ook de kunst van de videoclip. Nou, dat is ook, hadden jullie graag in de 90's geleefd? Of zeggen we, nou, dat ook weer niet? Nou, als ik zo al die filmpjes zie van de grind en zo. Het zag er wel dik uit, hoor. Wel, hè? Ja. Ja. Zeker. Wat kunnen we verder van Mr. Bell & Weasel dit jaar gaan verwachten? Wat komt er verder voor jullie aan? We hebben heel binnenkort een nieuwe plaat. Die ook is gebaseerd op een hele oude vocal. Maar dan echt veel ouder. 1969 volgens mij. Van Jefferson Airplane. Somebody to Love. Oké. Die gaan we zo ook draaien. En voor de rest veel remixes ook. Ja. En vooral heel veel optredens van de zomer. Wat is dat met die... Want je zei jonge jongens. Wat is dat dan met die oude samples en oude dingen die jullie dan steeds gebruiken? Waar komt dat vandaan? Ja, ik denk dat... In die oude vocals zit toch altijd een soort van karakter of zo, wat gewoon heel tof is. En ik denk dat heel veel mensen die naar ons luisteren, die, weet je wel, die zijn vrij jong nog, weet je wel, die kennen die muziek niet. En dat is dan tof om op deze manier toch die muziek aan hun te introduceren. En ja, het zijn gewoon hele gave vocals. Dat is ook zeker waar. Nou, we zijn heel benieuwd zo meteen. Wat ik eigenlijk ook even wil weten, want ik zat vandaag even wat dingetjes uit te pleizen. Mr. Bell & Weasel, er staan een hoop video's voor jullie online waarin je zelf wat dingen uitlegt rondom het DJ-leven. Ik zie op een gegeven moment één van jullie zeggen, Sam, jij was dat, van er zijn tegenwoordig steeds meer vrouwen die rondom mij zijn, zeg maar. Rondom het DJ gebeuren. Dat ze zich steeds meer aanbieden met een foto en zo. En toen vroeg ik me eigenlijk af, hoe gaat zoiets nou als DJ? Want er zijn ook mensen die jullie dan horen in zo'n set, maar is het echt zo... Dat ze zich aandringen rondom zo'n set als jullie klaar zijn. Ja, hoe zit dat nou? Nou, tot nog toe hebben wij er niet heel veel last van. Ja, af en toe gewoon iemand die op de foto wil, maar dat blijft gewoon heel lief. Maar we hebben bijvoorbeeld wel een keertje, was niet bij ons hoor, maar we waren een keertje in Engeland samen met Oliver Helders. En toen was er gewoon serieus een meisje en die was 4 uur lang aan de kant aan het huilen omdat ze Oliver Helders een keertje in het echt zag, gewoon live. Ja, super bizar. Ze bestaan dus wel. Dus echte verhalen, dat bestaat dus zeker wel. Ja, daar schrokken we zelf ook van, maar dat bestaat. Wat is het gekste wat jullie hebben meegemaakt? Wil jij dat vertellen? Ja, dit willen we. Ja. Het gekste wat... Ja, Bart, vertel. Nou, dat was een keertje voor een optreden. Of bedoel je qua vrouw of gewoon in het algemeen? Ja, gewoon... We waren laatst voor een optreden, Glow in the Dark in Rotterdam. Toen kwamen we daar aan en onze auto begon een beetje te roken. Maar we hadden nog maar 3 minuten voordat we onstage moesten.
En toen renden we natuurlijk naar de station. Toen kwamen ineens bewakingen achter ons aan van... Yo, jullie auto staat in de fik. Stond opeens brandweer, stond daar, stond politie. Ik moest mijn ID inleveren, ik moest alles inleveren. Maar we hadden ondertussen nog maar 1 minuut om on stage te gaan, ja, zeg maar. Dus wij snel ID gegeven. Ik dacht van, ja, fuck it, we gaan gewoon optreden en we zien het daarna allemaal wel. En toen was onze koptelefoon ook nog eens gestolen om te optreden daarvoor in Utrecht. En ja, het was gewoon echt drama. Kut begin van je optreden. En uiteindelijk alles goed gekomen, of niet? Uiteindelijk hebben we de koptelefoon gehad van Cleavage. En uiteindelijk is het helemaal goed gegaan. Ja. Ik vind het leuk dat jullie hier in de studio zijn. Ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd naar jullie sound. En wat voor mooie dingen jullie weer hebben gemaakt. Dus ik wil jullie eigenlijk vragen om gewoon naar de DJ-boot te gaan. En een lekker setje te doen. Ja, genoeg gepraat. Het is tijd voor een goed setje. Dat kun je hier checken. Als je hier klikt, kan je direct naar het setje. Overigens kun je nog veel meer DJ-setjes zien als je hier even klikt. En als je dan toch bezig bent met klikken, ga dan gelijk even hierheen en abonneer je even op ons kanaal. Doe een duimpje omhoog, worden wij blij van. Dus hier meer DJ-setjes, hier het DJ-setje en hier abonneren.